Welkom bij een nieuwe aflevering van Forum Inside. En we hebben wat te vieren, want de rookworsten van Eerlijk Eten hebben de prijs gewonnen voor beste rookworst van Nederland. Jazeker, dit is de oorkonde. En ik heb dus wat meegenomen. Gewoon even proeven. Max, ik ben er ook geweest. Het wordt gerookt. Het is een van de redenen dat hij zo goed is. Op eikenhout, dus niet chemisch gerookt. Dit wordt echt daadwerkelijk gerookt in gewoon grote rokerij. En het geheim zou moeten zijn onder meer dat de smaak veel langer doorwerkt. Ja. Nou, van diezelfde maker, en neem vooral, hebben we dus ook grillworst. Die gaan we ook even proeven zometeen. En kipsaté voor in het barbecuepakket als het weer wat lekkerder weer wordt. Het is nu nog een beetje koud. Dit is Forum Inside. Welkom! Ja, we hebben aan tafel Max van Krijveld. Je bent bekend van Weltschmerz. Dat heb je inmiddels verkocht. Dat ben je niet meer zelf, maar je bent met nieuwe projecten bezig. Daar gaan we het over hebben. Im Albiati, jij bent de voorzitter van JFVD, de grootste jongerenvereniging van Nederland. En degene waar het meeste seks is. Dat is bekend geworden uit onderzoek van een van de onafhankelijke onderzoeken. Maar dat is door Pointer of zo is dat bekend geworden. Daar gaan we het over hebben. Pepijn, jij bent weer nieuw in de Kamer. En deze week was Davos. En daar gaan we het over hebben. Het World Economic Forum. En wat je allemaal in de Tweede Kamer gaat doen. Maar Ralf, dat doen we natuurlijk allemaal. Ja, met een glaasje wijn uit Slovenië. Ja, Slovenië. Dat is ook een Sloveense druif. En die heet De Kleine Groene. Zelen voor de vloeiend Sloveens sprekende. Zelensky. Dat is bijna, hè? Bijna. Het is een frisse... Ja, het is wel wat anders dan Chardonnay, moet ik zeggen, hoor. Maar het is een heel fris wijntje. Ik heb maar één fles eigenlijk. Één fles die een beetje koud is. Dus we moeten er allemaal mee doen. Is het nou een harde regel dat witte wijn vis is en rode wijn vlees? Nee. Ja, nou nee. 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 Dat is wel heel klassiek. En hoe kom je aan deze wijn, aan een Sloveense wijn? Nou ja, die kun je bij een goede wijnhandel krijgen. Als je op zoek bent naar iets bijzonders, dan moet je steeds meer naar het oosten tegenwoordig, hè? Want het zuiden, ja, ik weet het niet. De rest hebben we allemaal geproefd. Ja, bovendien, ik heb het gevoel dat in het oosten goede dingen gebeuren tegenwoordig. Dus misschien moeten we er wel vaker gaan zoeken naar... Welk deel van het oosten bedoel je? Nou ja, dit is dan Slovenië, is niet zo oostelijk. Maar... Oké. Nee. Is niks? Nou, even wennen. Even wennen, ja. Ja, ja. Nou ja, goed. Hey, en proef je eens proberen even deze grillworst. Yes. Nou, dat vind ik lekker, hoor. Ja, dat is heel anders. Fantastisch, hè? Deze zit komende week in het Eerlijk Etenpakket. De rookworst was de afgelopen week. En ik wil ook graag jullie mening over deze. Dit zijn de nieuwe kipsatés van dezelfde maker. Dat is Henk Zwijstra uit Leerdam. Of Leersum of Leerdam. Ik ben het vergeten, een van de twee. Wat ligt in Gelderland? Leersum. Ja, Leerdam. Ik ben er geweest. Leerdam. Deze is heel goed, ja. We zijn zo positief dat het lijkt alsof we betaald zijn om hier goede dingen over te zeggen. Het is echt heel lekker. Het gratis, hè? Hij is echt heel lekker. En het mooie is, ik ben dus nu ook bij die boeren geweest met die koeien. Dus allemaal gras gevoerd. Die beesten die leven geweldig. En het is zo ongelooflijk veel lekkerder dan wat je in de supermarkt kan krijgen. Anyway, ik ben er helemaal totaal enthousiast helemaal over Eerlijk Eten. Ik vind het zo leuk om te doen. Maar ze vetten heb je niet, hè? Nou, gewoon aan de broek. Deze man heeft mij benaderd. Maar heel veel boeren benaderen ons gewoon direct. Top. Ja, anders beter nog als hij aan je broek. Jawel, even wennen. Godverdomme. Het is stevig. Nee jongens, we hebben post binnengekregen. Kijk eens aan. We hebben een brief. Stop. Beste jury, als groot verzamelaar van het werk van Gerrit Komrij wil ik even reageren op de opmerking die Ralf Dekker plaatste over de reden het verraad van mijn generatie en heel geleden. Om precies te zijn was het op donderdag 24 juli 2003 dat wij, mijn Vlaamse mede-Komrij-adept, Philip Marsboom en ik, en dat is Willem van Twist, Gerrit Komrij dus, hebben opgehaald in Hotel Ambassade te Amsterdam om koers te zetten naar de kerk in het ruige oord waar Gerrit zijn lange reden zou uitspreken.
In het ruige woord. Ja. De reden is opgenomen in de in 2010 verschenen bundel Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest, welke ik je hierbij overhandig. Eerder die week was Gerrit Komrij te gast bij het programma Pauw en Witteman, wat de tekenaar Jan Ibelings inspireerde om van de markante kop van Gerrit een treffende karikatuur te maken. Omdat het boek juist verschenen was en ik de tekening prachtig vond, zie bijlagen, heb ik contact opgenomen met de karikaturist Jan Ibelings en hem gevraagd of ik betreffende tekening kon kopen. Dit bleek niet mogelijk omdat hij deze zelf wilde toevoegen aan de eigen collectie. Na enig op en neer gepraat was hij echter wel bereid om voor mij een soort gelijke tekening te maken met het zojuist uitgekomen boek Morgen heten we allemaal Ali. Hiervan heb ik tevens een kopie gemaakt en ingelijst ter verfraaiing van jullie clubhuis. Het verraad van mijn generatie heeft een treffende overeenkomst met onze huidige tijdspannen, zoals Ralf ook terecht opmerkte. Heel veel plezier en liefst voor jou en de jouwe. Wat leuk zeg. Aardige brief Willem van Twist, ontzettend bedankt en wat een bijzonder verhaal. Dit is de kopie, denk ik, van de van het portret. Inderdaad, een treffende kop. Ja. Ik zie dat het ook, hier is het boek ook opengeslagen, Ralf. Kijk jij eens even waarom het op deze pagina is opengeslagen. En misschien een relevante zin eruit, dan kijk ik nog even verder. Want hier is ook het ingelijste portret, jazeker, van Gerrit Komrij. We moeten eigenlijk Gerrit Komrij erelid voor het leven maken. Ook al is hij al overleden, maar dan gewoon postuum erelid voor het leven. Dat maakt ook niet uit. Nee. Was inderdaad een geweldig schrijver en we zijn hier heel dankbaar voor. En we gaan dit op een mooie plek in ons clubhuis ophangen. Ik vind het een geweldige term. Clubhuis bij deze. Net als trouwens de beker voor beste rookworst van het jaar van Eerlijk Eten. Dat is ook fantastisch. Ik heb ook hier bij deze mijn inzendingen in reactie op de oproep van Thierry om op de forumgitaar te komen spelen. Peter, dat is een van onze genomineerden. We hebben een gitaarcontest immers. We hebben die leuke gitaar hier gekregen. Forumgitaar waar Ralf nog zo treffend of heeft gespeeld de vorige keer. Iem, jij kan het ook. Laat eens even wat horen. Dit is gemaakt door Rafa. Rafa heeft een bedrijf waar hij dit soort gitaars maakt. Staat ook op de Forum-app natuurlijk. Geweldig. Ja. En we hebben in ieder geval een inzender, want we doen dus een wedstrijd, een prijsvraag. De beste inzending, je mag hier live in de studio op de gitaar komen spelen. Iem, bij deze is jij jouw 2 Minutes of Fame begonnen. Ik, ik haat spelen voor andere mensen, maar ik speelde vroeger in een bandje. En nu niet meer, helaas. Al heel lang niet meer gitaar gespeeld. Maar destijds maakten we allemaal metal, rock-achtige muziek. Oké, heel cool. Heel cool, maar nummer 2. Onversterkt valt het niet mee natuurlijk. Onversterkt zeker niet, want het is een elektrische gitaar. Dus je moet hem natuurlijk versterken. Ik vind je rook. Maar we kunnen ik denk dat, neem aan dat als de degene die gaat winnen hier komt... Nou, wel een versterker heeft. Dan moeten we een versterker aansluiten. Ja, jullie hebben een versterker, toch? Ja, dan gaan we. Een beetje ingewikkeld. Het gaat een beetje om het. Kan je niet even iets doen? Kan nog even iets doen? Ja, ik heb net even een paar akkoordjes gedaan. Ja, maar toen praten jullie er doorheen. Laten we anders even kijken naar de inzending, jongens. Ja. Nou, die kan het wel. Die is dus genomineerd, Peter, voor onze prijs. En we gaan de inschrijvingen blijven geopend, dus iedereen kan blijven inschrijven. Siebe, tegenwoordig heeft ongeveer iedereen, links en rechts, wel een sticker, de sticker Controlled Opposition gekregen. De vraag luidt, wie is de laatste die jullie daarvan zouden verdenken? Mijn persoonlijke antwoord zou Alex Jones zijn. Ik hoor het graag. Leve de show. Max, wie is de laatste die jij er van zou weer... Ja, behalve jezelf misschien. Nee. De laatste die... Ja. Ik wilde hem niet noemen. Maar als ik mezelf oversla, dan denk ik, ja... Ja, ik denk toch Fred, eerlijk gezegd. Ja. Die was echt zo super zichzelf en dienstbaar en niet ijdel en werkzaam. Laten we even een portret van hem in beeld brengen. Fred is een man die heel veel deed voor onze partij en die is... Tragisch overleden vorige week. Ja. Nee, deze week. Ja, maar dit wordt uitgezonden op maandag. Dus het is dan vorige week. Maar inderdaad, deze week nu we het opnemen.
En op een hele verdrietige manier is in een ravijn gestort, in feite. Hè? Hij is 25 meter naar beneden gevallen. Ja, tijdens plassen. Ja, in Hongarije. En zijn vriend... niet in Hongarije, in Oostenrijk. Oh, op weg naar Hongarije, op, dat was op weg naar Hongarije. En zijn vriend die mee was, een vriend, die probeerde hem nog... vasthouden. Tegen te houden. Ja, jij kent hem ook van alle mogelijke events. Het was een schat van een vent. Dat was een fantastische man, ja. Ja. Jongens, blijf lekker eten. Het is goed, hè? Eerlijk eten. Ja. Niet vergeten, eerlijk eten. Ik ga hem verkopen voor je. Ja. Ja. Maar ja, Fred, ja, oké. Okay. Mooi. Nou. Imi, denk jij dat de laatste persoon is die je zou verdenken van controlled opposition zijn? Mogen we onszelf noemen? Ja, mag ik jou noemen? Want ik weet dat, tegenwoordig heel veel wordt gezocht naar van oké, wie zouden nou allemaal controlled oppositions zijn? Wordt ook soms naar ons toegekeken, maar ik denk wel dat wij de laatsten op aarde zijn die ik ervan zou verdenken om controlled opposition te zijn. Nou, binnen onze gelederen word ik over het algemeen toch wel een beetje verdacht van de rol van Mol. Heb jij geheime AIVD? Dat wordt aangenomen. Ja. Maar waarom denken dat mensen dat denken? Ja, ik heb natuurlijk jarenlang bij een bijna woke organisatie gewerkt. Ja. En om dan vervolgens... Dat ik niet meer op je plek zijn, hoor. Nee, dat weet ik wel zeker. Maar goed, dat geeft toch een beetje een argwaan bij mensen, denk ik. Daar komt maar de vraag is eigenlijk, hoe komt het dat we het daarover hebben? Hè? Dat vind ik heel interessant. Want dit speelt eigenlijk al 2 jaar, dat iedereen aangewezen wordt. Hè? Er wordt naar gedrag gekeken, et cetera. Maar dat wordt ook aangestuurd. Ik heb het idee dat dat echt van de geheime diensten vandaan komt. Die gewoon dat... ons tegen elkaar uitspelen. Absoluut. Absoluut. Ja. Maar ik denk ook dat controlled opposition kun je in de hele formele zin zien. Ja. Hè, dat iemand in het geheim een stapel bankbiljetten krijgt. Om dan van... Maar je kan het ook meer zien in de betekenis van... wie is nou echt iemand die in alle vrijheid en openheid... nadenkt over wat hier aan de hand is. En wie heeft... te maken met een heleboel taboes. Oh ja, maar dat is een heel dan is dus Alex Jones is een interessant voorbeeld. Ja. Want Alex Jones die mag nu weer op Twitter komen. Die is jarenlang overal buitengesloten geweest. Heeft over een heleboel dingen gezegd. Behalve over Israël. Daar heeft hij gewoon nog nooit iets kritisch over gezegd. En iedereen die iets kritisch daarover zegt... die wordt meteen in de reden gevallen in zijn show. Maar andere mensen die via Infowars, dat is zijn kanaal, zitten... die zijn nu ineens heel erg kritisch op Israël en dat soort dingen. En er wordt dus wel gezegd dat Alex Jones... hij durft het zelf niet aan en hij heeft waarschijnlijk ook Joodse financiers en zo. Maar hij wil toch dat gesprek gevoerd wordt. Dus hij is nu... andere mensen de coaches voor hem uit het vuur laten halen. En dat is dan weer helemaal de vraag. En ik denk, als je op die manier controlled opposition bekijkt... dus dat zijn dus niet mensen die worden betaald door de AIVD of zo... maar dat zijn mensen die gewoon een beetje bangig zijn... die minder ver willen gaan, minder ver durven gaan... die niet echt open van geest zijn... dan denk ik wel dat het een heel terecht punt is. En dat vind ik dus ook. Dat was ook mijn kritiek op de PVV. Hè. We hebben heel veel dingen natuurlijk met de PVV gemeen. Maar bijvoorbeeld in de coronatijd vond ik dus Wilders controlled opposition. In die zin dat hij gewoon geen echte vragen ging stellen bij jongens. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Hij ging hem gewoon die prik halen. Hij ging gewoon mee met de lockdown. Als je het zo definieert, dan vind ik het wel relevant, toch? Weet je het nog niet over hebben? Nou ja, kijk, waar ik wel achter ben gekomen de afgelopen 10 jaar... dat is dat er bijna niemand een extra belang heeft. Nee. Bij alles wat hij doet. Dus het is heel moeilijk... Blijf dicht bij de microfoon, sorry. Het is ook heel moeilijk om het belang... om dat te bekijken, om dat te zien... om dat te doorgronden waar die belangen liggen. Bijna niemand heeft een extra belang... of bijna iedereen heeft een extra belang? Nou, ik denk dat heel veel mensen een extra belang hebben. Dat kan een persoonlijk belang zijn. Dat kan het feit zijn dat je 20, 30 jaar buitengesloten bent geweest... en dat je nu ineens mogelijkheden ziet om te excelleren. Dus, weet je wel, ik denk... dat er zijn persoonlijke belangen, er zijn financiële belangen... er zijn gecontroleerde belangen, dus ook belangen naar instituties toe... waar mensen ook vandaan komen... of waar ze gewoon hun loyaliteit aan hebben verleend. Ze zijn er gewoon. Ja. Het probleem is alleen daarbij... Op zich vind ik die belangen nog niet zo heel erg... maar waar het om gaat is, als die belangen zo dominant gaan worden... dat het tegen zeg maar, de gemeenschappelijke strijd ingaan... dan is het controlled opposition, denk ik. Want dan maak je schade.
Maar voor de rest denk ik van ja, het zal wel. Het gebeurt gewoon. Nou ja, je kunt het ook zien als afleiding. Hè? Dat is wat ik vaak onder controlled opposition versta. Dus dat er een oppositie wordt gecreëerd op onderwerpen die eigenlijk niet echt toe doen. Dus dat leidt dan af van de echte oppositie. Dus je kunt twisten over, moet je nou zo'n lockdown om 9 uur 's avonds laten eindigen of om 8 uur 's avonds. Ja, dan kun je elkaar op ja, precies, ja, hè? Ja. Te vuur en te zwaard ja. over bestrijden. Ja. Maar de kwestie van, is het überhaupt een gevaarlijk virus, laat je helemaal buiten beschouwing. Ja. Nou, dat is een typisch voorbeeld, vind ik een beetje een simpel voorbeeld, van controlled opposition. Want dat dan, is de Tweede Kamer. Dan creëer je ja. een oppositie over een onderwerp waar het niet echt over gaat. De echte oppositie is dan buiten beeld. Ja. En ik vind dat we dat wel veel zien, hoor. Dat heel op heel erg. Veel van die onderwerpen. Ja, je ziet het bij dingen als klimaatverandering bijvoorbeeld. Hè. Als je zegt van die hele klimaatveranderingsverhalen zijn van A tot Z flauwekul, dan plaats je jezelf helemaal buiten de discussie. Ja. Je kunt beter zeggen van, nou ja, moet dat nou in 2030 of 2040 voor elkaar zijn, die CO2-reductie? Ja, 20 is een klassiek voorbeeld van controlled opposition in die zin. In die zin wel. Het staat ja. nu niet meer, maar dat was ooit een partij ja. die... En die wilden dus gewoon over op alle punten. Natuurlijk moet er internationaal recht zijn. Natuurlijk zitten we in de EU. Natuurlijk is er een klimaatprobleem. Natuurlijk moeten we iets doen met corona. Maar doe het nou net even anders. Ja, ja. Nou ja exact. Ja, ja. Dat is, ja. is het constructieve. Ja, constructief. Ja, constructieve. Nou, dat, ja. constructieve. Ja. Maar dat zie je vooral in de Tweede Kamer. In de politiek zie je dat heel erg. En minder zelfs, denk ik, nog in de media. Nou, ik vind Elsevier, vind ik voor Elsevier de Telegraaf. Dat zijn voorbeelden van. Dat is, die willen. Het mag nooit buiten de lijntjes. Het moet altijd netjes blijven. De columnisten niet. De columnisten ja, wel ruimte. Wel precies een voorbeeld. Al die columnisten. Ik vind Wierduk, die is wel meegegaan op een gegeven moment. En die vertrouw ik nog wel, hoor. Je hebt Leon de Winter. Leon de Winter, die je ziet die ontwikkeling, hè. En dan denk ik, die ontwikkeling vind ik heel interessant. En daaraan kan je weer zien dat ze behoorlijk autonoom kunnen werken. Dat zie je bij Maarten Keulemans veel minder. Nee. Ja, helemaal niet. Ja. Leon de Winter is toch bij uitstek een voorbeeld van controlled opposition in de zin waarop wij dit nu definiëren. Nou, vanuit Israël. Het voorbeeld par excellence van controlled opposition. Nou, ja, je mag overal tegenaan schoppen, maar als het puntje bij het paaltje komt. Dat weet ik niet. Hij zal nooit zeggen, jongens, en nou de beuk erin. Ik ga even FVD stemmen, ik ben er klaar mee. Ja, hij vindt altijd weer iets. Inderdaad, over Israël mag je niet praten. Voor al die mensen. Ja. Wierduk geldt het voor Ronald Plasterk, Omeroon, zoals we hem noemden de tijd dat ik bij Pownet werkte. Dat is toch hetzelfde verhaal. Het is een beetje plaagstootjes uitdelen, maar uiteindelijk gewoon het systeem ondersteunen. Dat weet ik niet. Maar. Of uiteindelijk juist het systeem een beetje uit elkaar drijven. Dat zie ik ook. Die beweging zie ik ook wel. Ja, ze roepen wel. Zo'n Leon de Wint is wel interessant. Omdat je ziet dat er heel veel mensen die helemaal in die mainstream bubbel zitten. Die vinden het heel vervelend wat hij doet. Ja. Dan raakt hij dus niet. Omdat hij. Hij is wel bezig met een reis. Ja, laat ik het zo maar noemen. En ik vind dat ook hetzelfde geldt trouwens voor Plasterk. Dat ze, tuurlijk, ze gaan niet op ons stemmen enzovoort. Dat, ik zie al die punten wel die je noemt. Maar in ieder geval, ze rekken ook op hun manier binnen dat grote mainstream media frame. Ik denk dat er bij die mensen ook bij Elsevier en bij. Ja, natuurlijk. Wat heb je nou nog meer aan centrumrechts? Dan denk ik altijd, jongens, wat wil je nou? Bij Kinniging of zo. Dat soort, wat wil je nou? Ja. Wil je nou gewoon een beetje. Of wil je dat er iets verandert? Ja, nee. Maar dat willen ze. Nee, moet wel netjes blijven. Pocliteur heeft er ook zo'n hekel aan. Die zegt van ja, ze willen dan verandering. Maar. Het moet wel. Je moet wel bij Tante Truus op de verjaardag kunnen vertellen dat je. Anders dan. Maar wat denk je dan van Sibinia? Ja, dat. Dat vind ik een leuke vent en een leuke onderzoeker en zo. Maar dat is toch ook iemand die niet echt... Die gaat toch ook nooit echt. Stel, je gaat tot het naadje. Ik denk dat wel. Ik probeer me even in te leven in hen. Dus stel, je gaat Ik vind een mooi voorbeeld daarvan vind ik Tucker Carlson. Die is op een gegeven moment echt helemaal... En toen was hij weg bij Fox. Ja, dat zal geen toeval zijn. Ja. En dan wordt ook echt uitgevlikt. Maar Nick Fuentes had in zijn podcast, had hij vanochtend, of ik weet niet of je luisteren, gisteravond, een fantastische samenvatting. Hij zei, het maakt helemaal
geen bal uit als wij Trump weer verkiezen. Als Trump niet mensen meeneemt in zijn office, in het Witte Huis. Je mag dan 5000 mensen benoemen of zo als je president wordt. Ja, ja. Die echt killers zijn. Die like echt Steve willen Bannon vechten. Types. Die moet je en wat Trump gedaan heeft, en dat is helemaal uitgezocht in van die grafieken. Dus dan kijk je het Witte Huis van Obama, Clinton, Bush, oude Bush, junior Bush en Biden en Trump. Dus 6 Witte Huizen hadden ze gekeken. Van de staf. De 5000 mensen die een president mag benoemen, zeg maar. Die blijven daar hangen. Ja, er werken 600.000, 700.000 mensen in de executive branch in Amerika. En de top 5000 die worden ontslagen en opnieuw benoemd. Dat is het Amerikaanse systeem. Het nieuw presidentschap. En dan wordt de secretaris-generaal van de dit. En de onderminister van de dit en de dat. Als je dat welke op, dan kom je op ongeveer 5000 posities. Dus die mag een president benoemen. En wat deden nou linkse presidenten? Nee, dus Clinton, Obama en Biden, die benoemde stevast allemaal mensen op die posten die veel linkser waren dan zij zelf. Ja. He, dus Bill Clinton die benoemt een links-radicaal marxistisch cultuur, marxistisch figuur al op de cultuurafdeling. En vervolgens gaat hij als president dan weer een beetje naar het midden hangen. Ja, dat kan niet. En dan zegt iemand, dat ministerie, ja. Maar ondertussen, de agenda gaat door. Wat doen nou, even tussen aanhalingstekens, rechtse presidenten? En dit is, ik kom terug op het Sipwinia-punt hoor, en andere mensen. Die gaan ook weer mensen die linkser zijn dan zij zelf benoemen. Want die denken, ik heb wel veel ruzie gemaakt in mijn campagnetijd. Ik ga nu wel even laten zien aan het systeem dat het allemaal wel meevalt. Dat vind ik de lakmoesproef. Ja, ja. En dat heeft Trump dus fout gedaan. Ja. Trump heeft de beweging zeg maar verraden toen hij naar het Witte Huis ging. En de grote vraag is of hij dat weer gaat doen of niet. Want de mensen die hem in het zadel destijds hebben geholpen, de MAGA-beweging, die heeft hij gewoon allemaal heeft hij allemaal weggestuurd en hij heeft allemaal mainstream Republicans daar neergezet. Maar de vraag is nu, wat gaat er gebeuren? Wat zou er nou gebeuren? Stel dat Sipwinia minister-president wordt. Gaat hij dan mensen zoals wij daar neerzetten? Nee. Of gaat hij een beetje de soep wordt niet zo heet gegeten. Sipwinia is veel te slim om zich mee te laten. Nee, maar niet dus die slim. Die kiest gewoon een route. Nou, welke route dan? Om de wereld te veranderen? Nee. World domination te bereiken? Nee, om een gepensioneerde journalist te zijn met een marginaal blog. Kom op. Ik denk dat Sipwinia... Leuk vent hoor, maar... Nee, ik denk dat hij de wereld niet gaat veranderen. Dat is toch de kern van het verhaal. Ik herken het wel wat je zegt hoor. Ja. Want er is inderdaad, rechts heeft toch de neiging om een beetje naar het midden toe te bewegen. Om salonveeg te blijven, zou ik maar zeggen. Of te worden. Maar als je een rechtse machthebber bent, tussen aanhalingstekens, een beetje achterhaalde kreten en dat, maar dan zul je nooit iemand benoemen die jou zou kunnen besmetten qua reputatie. Nee, precies. Dat is not done. Dus jij bent zelf de uiterst rechter flank, zou ik maar zeggen. Alle mensen die je benoemt zijn net even wat meer midden, want dan laat je zien, zo erg ben ik dan ook weer niet. Weet je wel, zoiets. Ja. Ja. Ik herken dat wel. En links doet het inderdaad precies andersom. Ja. Ocasia Cortez krijg je dan... Stoottroepen. Wat ik altijd zo bijzonder heb gevonden aan Trump is... Hij zei tijdens zijn campagne vaak locker op over Clinton. Maar toen hij helemaal in het Witte Huis was... heeft hij niks juridisch gedaan ten opzichte van zijn tegenstander. Hij heeft Jeffrey Epstein. Het enige wat hij heeft gedaan is Epstein oppakken. Okay, maar hoe denk je dan dat het komt? Dat hij dan op dat moment dat niet meer durft wordt onder druk gezet? Ja, ik denk zelf over Trump. Hij is eigenlijk heel gewoon... Ik vind het heel bijzonder van hem. Want je ziet wat hij dus allemaal over zich heen krijgt... is echt niet normaal. Maar hij is blijkbaar in staat om dat te absorberen. Op een bepaalde manier en er niet rancuneus van te worden en ik ga verder. Maar gewoon heel krachtig eigenschap. Maar toch durft hij niet bij zichzelf te blijven, volgens mij. Ja, is dat met... Net zoals wat, denk ik, Meloni laat zien in Italië of met Orbán in Hongarije. Omdat hij niet zijn tegenstanders... Omdat hij gewoon niet daad bij woord voegt. Ja, nou, op een paar punten had hij misschien... Maar ik heb het nu even zeg maar over juridische vervolging van tegenstanders. Wat sowieso natuurlijk we hebben er ook mee te maken. Hè? En op zich is dat... Ik denk dat het goed is dat hij dat eigenlijk niet gedaan. Maar je ziet dat zijn tegenstanders... Dat is het punt wat ik wil maken. Die hebben er lak aan. En die pakken hem nu keihard aan juridisch. Dus die zijn eigenlijk weer veel harder. Ja, precies. Op dat punt... Die zijn rücksichtsloos. Hè? Kijk, we hebben wel... Ja. Ja. Die zijn dat gewoon... Echt, ja, toch... Ja, die zijn... Maar... without mercy. Ja.
Ik zie dat jij wel dat glas leeg drinkt, hè? Als ja. Eerste. Ja, hij is wel. Ja, want, hij is lekker. Ik dacht, ja, dat is waar. Je kan maar beter in één keer de gifbeker. Hallo mannen, zegt Tom. Biden heeft een aanval in Jemen uit laten voeren op Houthi-troepen. Ja. Deze worden door Iran gesteund. Hoe lang gaat dit nog goed met Iran? Hoe groot zijn jullie zorgen betreffende escaleren in de situatie met Iran? Max. Nou, ik vind het zo onvoorspelbaar dit. Wat er gebeurt. Ik vind het zo onvoorspelbaar. En de snelheid van de veranderingen, van de gebeurtenissen is enorm. Dus ik zou... Ik dus kijk, dat net aan jou gezegd heeft dat hij Israël moet vrij zijn from the river to the sea. Ja, maar... Dus hij wil permanent, ook de Westbank moet nu klaar. Dus het is gewoon een aankondiging van dit is nu, het is klaar. Het is klaar, maar... De rest van de wereld is daar natuurlijk niet helemaal mee eens. Maar. Het is ook georganiseerd ook. Ik bedoel, een paar dagen voordat dat die inval van de Gaza-strook is al het militair personeel is weggehaald. Dus ze konden gewoon, ze konden erin, weet je. Dus ze hebben alle deuren en luiken hebben opengezet. En, je bedoelt ze, Hamas, Israël? Nee, Israël. Israël heeft gewoon de grenzen opengezet. En dus idee nu, de grenzen tussen de Gaza-strook en Israël je zelf. Dus Hamas kon erin? Dat kon erin, ja die kon erin. Ja. En dat was, en terwijl, kijk, als er een muis al probeerde over te steken, dan gingen alle waakvlammen gingen aan. Ja. Dus... Het is ja, voor heel veel mensen die, en ook die ik spreek en die heel veel weten over, die trouwens in het leger hebben gezeten, bij de Mossad hebben gezeten, die zeggen van ja, dit kan helemaal niet. Wat hier gebeurd is, kan niet. We hebben er ook een uitzending over gemaakt bij Op naar Wonderland. Maar daar wordt gewoon heel makkelijk over gedaan. Terwijl als je dan door gaat redeneren van waarom is dat militair personeel weggetrokken? Waarom is dit gebeurd? Ja, dan kom je toch op het idee dat de Gaza schoongemaakt moet worden. En dat daar dus blijkbaar plannen voor zijn. En die plannen worden ook genoemd. Hè, dat daar dus dat kanaal moet komen. Dus ja, weet je, dit is voor mij onvoorspelbaar. Ik hoop, maar ja, dan weet je ook niet wat er werkelijk gaat gebeuren. Stel dat Trump dus in 2025 het bewind overneemt. Wat gebeurt er dan met de oorlogen? Dus onder andere in de Oekraïne en met Rusland. Wat gaat er dan gebeuren? Ik hoop dat die man inderdaad aan het bewind komt. Want dan geloof ik ook wel dat er een oplossing komt in dat conflict met Rusland. En wat er dan met Israël gebeurt? Trump is wel een vriend van Israël. Dus ik denk dat dat gewoon wel doorgaat. Dus die plannen die worden gewoon uitgevoerd. Kijk, iedereen is uiteindelijk als de dood voor de invloed van Israël. Dat is ook terecht, denk ik. Dus dat wordt heel erg... Kijk, Israël is het in de zin dat die macht heel groot is. Die macht is enorm. Die is wereldwijd. Overal zal je de invloed van Israël zien in elk land. Ja. Ik bedoel Nederland ook. Daar hebben we het onlangs nog over gehad. Dus die macht is zo groot. En ik heb het met Weltschmerz heb ik het ondervonden. Toen Kees van der Peil op een gegeven moment een slipper maakte in een gesprek met Karel van Wolveren. Waarin die het ging niet over Israël. Hè? Maar en passant gaf hij aan van ja, Israël is het enige land wat genocide pleegt. Nou ben je dus hoogleraar. En dan vind ik dat je zo'n slipper niet kan maken. Dan moet je ook duiding geven. Dan moet je ook de context geven van zo'n opmerking. Want er zijn ook andere landen die dat doen. Wellicht. Of maar hoe komt hij erop, weet je wel? En het was niet het hoofdonderwerp van het gesprek. Maar dat kwam er zo uit. Nou, ik begrijp dan dat Israël en ook tegen Weltschmerz is enorm tekeer gegaan. Dus ze hebben zijn hoogleraarschap afgepakt in Engeland. Wat dus niet kan, want een hoogleraarschap kan je niet afpakken. Maar goed, ze hebben dus wel alles gedaan. Dus kritisch was. Hij was kritisch op Israël. En ik heb zelf met Sidi aan tafel gezeten een aantal jaren geleden. Omdat wij werden beschuldigd, dus Weltschmerz werd beschuldigd van antisemitisme. En dat ging maar door, weet je wel. En ook na Kees van der Peil hebben we daar heel veel last van gehad. Dus ik ben toen naar Sidi gestapt. En met de toenmalige directeur gegeten en afspraken gemaakt. Ik heb toen, Knoop, advocaat? Nee, in België woont hij. Hij woont in Amsterdam en in België. Dat is de man die Mente in de tijd heeft aangekaart. Hoe heet hij nou?
Frits Rutter. Knap. Nee, het is een journalist. Nou, die heb ik dus gevraagd. Echt een Joodse man. En die heb ik gevraagd. Maak voor Weltschmerz nou een serie over antisemitisme. Weet je wel, dan kan ik het in ieder geval uit de wereld helpen. En hij maakte een interessante opmerking. Hij zei van ja, er zijn een aantal veranderingen in het begripvorming van antisemitisme. Vroeger was het zo dat als iemand hekel had aan Joden, dan was het antisemiet. Tegenwoordig is het zo dat als een Jood een hekel heeft aan iemand, is het ook een antisemiet. Dat vond ik een hele scherpe. En, ja, hij had er nog een veroordeeld voor antisemitisme. Ja. Want ik zei, de lockdown en de... En ik mag het dus ook niet meer zeggen, maar zei, wat iemand gezegd heeft die daarvoor, ik weet ook niet, maar die zei van ja, dus de ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden. Ja, dat is dus. Dat is ook wel, ja, dat is, ik weet niet of ik daar helemaal niet mee, maar van mij mag je het zeggen, dat wel zeker. of het wel of niet waar is, nee. Wat heeft het met antisemitisme te maken? Nee, helemaal niets. Nee, nee. Het is totaal onzin, maar het begrip is zo wijd geworden. Ja. Nou ja, je devalueert het gebruik van antisemitisme natuurlijk, oh ja, dus op die manier. Dus ja, zij draagt natuurlijk de eeuwige schuld voor dat leed. De heilige schuld. Dus je mag dat niet... Dat is het, je zou het bijna een soort marketing kunnen zien. Een branding van het land. Ja. Dus dat wereldwijd. Dus ja, ik zeg nu misschien dingen die uit moeten geknipt worden. Maar zo kijk ik het wel. Jij hebt het World Economic Forum heel nauwgezet gevolgd natuurlijk. Ging het daar eigenlijk over de situatie in het Midden-Oosten of niet? Ik heb niet al die panels. Ik weet niet zeker of dat besproken. Dan kan ik. Ja. Nee, dan heb ik een gasten. Nee, dat kan ik je niet vertellen. Dat al die, Nee, maar je hebt het wel. Ging het daarover of niet? Bij het WEF. Over antisemitisme? Nee, over het Midden-Oosten. We hebben het toch over de situatie in het Midden-Oosten. De oorlog in Gaza enzovoort. Ja, dat is het wel over. Ik heb niet al die... Ik kan dus niet... Ik heb dat, als er al een panel was, dat heb ik dan niet gezien. Maar het is niet prominent in de agenda. Nee, want dat is zo wat ik dacht. Het zal ongetwijfeld aan de orde komen, maar het is niet een van de hoofdonderwerpen. Nee, volgens mij ook niet. En terwijl dus tijdens... Het WEF werd er een bombardement nog even uitgevoerd, mede namens Nederland. Merkwaardig genoeg, daar heb je ook nog vragen over gesteld. Ja. Maar dat is precies jouw punt. Hè? Ja. Het is een soort van, dat gebeurt gewoon of zo. Ja, 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 we hebben toch een soort van artikel 100, grondwet, dat je geen oorloghandelingen mag doen. Daar hadden we dus een debat over deze week. Was op zich best wel interessant, omdat vooral omzicht, hè, en nieuw sociaal contact te krijgen op die grondwet, op de rechtsstaat. En hier is het dus zo dat de Nederlandse regering, en het is best wel ernstig, hè, bedoel, ze doen mee aan die militaire operatie. Daar doen we nu aan mee. En Biden heeft ons ook genoemd in die brief met een paar andere landen. Als enig niet-EU-land doen we eraan mee. En wat de Houthis betreft of Jemen betreft, zijn wij dus ook een vijandig land nu. En dan kun je dat bagatelliseren door te zeggen, het is maar één stap op plezier, maar dat kan natuurlijk ook altijd uitbreiden, weet je ook niet. Dus het is best ernstig wat er is gebeurd. En dan wordt de Kamer daar niet alleen niet over gegeven meer, maar we kunnen dus ons ook geen oordeel over vormen. Dus daarom bestaat dat artikel 100, wat dus zegt van, nou, voordat je zoiets doet, moet je wel eerst even de Kamer informeren en de Kamer erbij betrekken. Ja. En er is natuurlijk altijd, dat is altijd met onze grond het zo zijn, hebben we natuurlijk in de coronatijd gemerkt, zijn er uitzonderingsclausules. Dus als het niet kan vanwege vertrouwelijkheid of zo, dan hoeft de regering dat niet te doen. Maar ook in dat debat met de minister van Buitenlandse Zaken in dit geval, kon ze dat helemaal niet verdedigen. Want ik zei van, ja, luister eens. Ik kan me voorstellen dat je niet de Kamer kan informeren, bijvoorbeeld als je onmiddellijk moet handelen omdat Nederland bedreigd wordt. Dat is hier duidelijk niet het geval. Of als je bijvoorbeeld door te zeggen dat je dat gaat doen, dat dan de militaire operatie in gevaar komt. Als je bijvoorbeeld die Bin Laden, die actie, dan kun je die van tevoren in de Kamer bespreken. Want dan vlucht die man uit zijn woning. Maar dat is je allemaal niet... Als het allemaal waar is. Hè? Nee, als het allemaal waar is. Maar oké. Maar het punt wat ik wil maken. Dus en uiteindelijk zei ze dus in debat, het is wel interessant ook om wellicht zelfs na te kijken van, ja, nou ja, die Amerikanen vroegen ons om dat te doen. Ja, want een verzoek van de Amerikanen gaat natuurlijk niet boven het respecteren van onze eigen grondwet. En ja, ze doen het gewoon dus, als enige EU-land. Als enige, dus het is heel, het is dus echt, en dan zou je dus verwachten, de NSC is dat naast me, dat, wow, en ik vroeg het ook aan de rechtsstaat, Pietertje. Ik heb letterlijk gezegd van, je altijd een grote mond, een andere partij, en dan is ja, vindt ook geen schoonheidsprijs verdienen, maar, en laat het gewoon gaan. Ja. En, wij hebben dus als enige, we hebben wel een motie van wantrouwen ingediend, want ik vind dit is heel ernstig. Ik zag dat Denk hem wel had gesteund. Ja, het enige, Denk. Ja, maar jij, als ik goed begrijp, Pepijn, je bent net terug in de Tweede Kamer. Ja.
Echt, de eerste dag. En je begint meteen met de motie. Ja, gewoon gelijk een visitekaartje afgeven. Ja. Dat is ook een branding. Nee, het is wel zo. Het is wel zo dat ik vind, dat had al lang moeten gebeuren, dat de motie van wantrouwen moet worden ingediend. Gezien, al was het maar die uitspraak van Rutte, van bekijkend maken die motie uitvoeren en het chanteren eigenlijk van de Kamer. Dus ik vind al lang, heel veel mensen op Twitter hebben ook zo'n gevoel van, waarom sturen ze dat kabinet nou niet weg? Want het kabinet is demissionair, maar dat betekent niet, even voor de goede orde, heel veel mensen begrijpen dat blijkbaar niet, dat je dus niet alsnog het kabinet kan wegsturen. En dan komen dus andere mensen. En dan kan de Kamer of mijn partij, vier van meerdere partijen, kunnen dan andere mensen kiezen die dan ministers worden. Dat is in ieder geval altijd beter dan wat er nu zit. Dus dat had eigenlijk al lang voor mijn gevoel gebeurd. Maar dat was niet de formele reden dat ik die motie heb ingediend. Als ze een goede reden had gehad en had gegeven, heb ik ook gezegd, dan had ik hem niet ingediend. Maar ze kwam helemaal klem te zitten. Er kwam niks uit wat overtuigend was. En dus, Volgens mij maakt het ze ook allemaal niet uit. Nee joh, ze hebben totaal geen respect. Maar we zijn dus, Oekraïne is al onze oorlog en we hebben nu nog een oorlog bij. Het bijzondere is dat die Houthis, die vallen dus die vrachtschepen aan, die in die straat varen. En die op de een of andere manier iets met Israël hebben. Want zij willen laten zien dat ze de Gazanen steunen, zou ik maar zeggen, in hun strijd tegen Israël. Het recht van ontreppen, dat ze op dat punt willen ze een punt maken. En de Verenigde Staten en de UK en ook Nederland, die beginnen dus onmiddellijk te bombarderen. Er wordt helemaal niet eens gesproken. Nee, maar dat is niet zo raar. De diplomatie is gewoon helemaal out of the window. Helemaal weg. Ik heb toch echt, Karel van Wolven heeft dat ooit eens gezegd. En er zijn ook, is een bankdirecteur geweest die bij Weltschmidt was, die heeft dat ook gezegd. De CIA en de geheime diensten bepalen gewoon wat er gebeurt. En dat is of door bijvoorbeeld de Houthis op te zetten, te provoceren om activiteiten te ondernemen, waardoor er gereageerd kan worden. Wat wij zien is, naar mijn stellige overtuiging, minder dan een kwart van wat er werkelijk aan de hand is. Dus, en we praten er wel over, en het is ook logisch, maar als je echt niet... Kijk, het is een goocheltruc. Je laat het publiek dit zien en ondertussen doe je hier je trucje mee. Dat is gewoon wat de politiek is. En ik kan het niet anders zien. Dus als we nu... Je hebt gelijk, we zijn nu in een oorlog gerommeld. Weer een extra oorlog. Ja, er is geen uitspraak van de Tweede... Er is geen Tweede Kamer aan te pas gekomen. Nee, terwijl dat grondwettelijk bepaald is. Ja. Maar ondertussen is dat niet door ons en waarschijnlijk ook niet eens door de regering bepaald. Ik denk het niet. Eerlijk gezegd, ik denk dat er zoveel machten spelen die buiten Nederland. En dat is het lastige. Waar we over praten, dat je krijgt je vinger er gewoon niet goed achter. Wat je ook doet, wat je ook ziet, weet je, we kunnen erover praten, maar je krijgt niet door wat er nou werkelijk probeert en waar je gewoon je krachten op moet zetten. En er is volgens mij maar één ding. Hè. Dat is dat je dat de bevolking gewoon gaat zeggen van, en nu stoppen we. Hier is de grens. Maar ik denk wel dat er voor de schermen altijd hebben... Rutte heeft zo'n filmpje nou opgenomen. Ook wel leuk trouwens op het World Economic Forum. Heb je dat nog gezien? Dat filmpje van Rutte? Ja. Op zich wel mooi. Want 2 jaar geleden wist niemand van het World Economic Forum. En wij hebben dat moet nu. Hij moet nu. En, hebben dat echt, en nu ondertussen. Dus je ziet het werkt. Hè? In de zin van, hij wordt gewoon gedwongen om zeg maar terug te vuren. Om het zo maar te noemen. Maar vorig jaar had hij dat filmpje in het busje opgenomen. En nu, en dan wilde hij net doen als we, nou, het is allemaal wat achter schermen gebeurt. Is niet Ja, dat geheim. Is zo'n kamertje. Laat zien. Ja, van, hier zat ik net met... Maar dat is trouwens niet wat de informele gesprekken laten niet zien. Maar wat er voor de schermen gebeurt, is al griezelig genoeg. Hè? Dus die agenda, de World Economic Forum heeft een agenda, heeft projecten. Nou, dat is natuurlijk Agenda 2030. En dat is wel, dat zou ik wel tegen jou wel zeggen, Max, dat is wel zichtbaar. Ja. Dus wat er zichtbaar is, dat is al verontrustend genoeg. Hè? Maar wat ik ook en daar kun je het beste map afgaan. Waar ik naar kijk, dat is naar de, zeg maar, de arrogantie en de arrogantie van de mensen die daar naartoe komen. Die zichzelf verheven voelen, het druipt er vanaf. Ja. De ijdelheid, de arrogantie van wij zullen wel even bepalen wat er gaat gebeuren. De onnozelheid er vanaf druipt. Ik vind het maar dat zit er weer achter. Die onnozele kneuzen, als je dat ziet daarbij, dat wef. Er zit geen originaliteit bij, er zit geen energie bij, er zit geen erotiek bij, geen schoonheid, geen levensvreugde. Het is gewoon helemaal niks. Het zijn omhoog gevallen klojo's die daar
naartoe mogen. En dan zitten ze daar een beetje belangrijk te doen met hun aktentasjes en hun dingetjes. En het zijn zulke sukkels gewoon. Dat was in die eind jaren 60. In de eind jaren 60 had je Nixon. En Nixon die werd aangevallen, internationaal aangevallen op het beleid voor Vietnam. Het bombarderen, napalm, et cetera. We zijn daar de straat op gegaan. En er was een communicatieman in Amerika. En die heeft toen een foto heeft hij uitvergroot met de vraag van zou u van deze man een auto kopen? En dat is wereldwijd gegaan. Dat was een enorm krachtig signaal van iedereen moest zeggen van nee, van die man zou ik nooit een auto durven kopen. Nou, als ik nu kijk wat wij in de regering hebben, wat we in de Tweede Kamer hebben, wat we daar bij de WEF zien. Dat zijn allemaal mensen waar je geen auto van zou kopen. Maar toch doen mensen. Nou ja, en dat mensen is. Mensen stemmen er gewoon op. Dat is dus heel interessant waarom dat is. Waarom is die kritiek weg? Ik bedoel, wij zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Nou ja, jij bent jonger, geloof ik. Hè? Je bent allebei vijftigers. Ja, we zijn allebei vijftigers. Ja. Ja. Wat ben je toch aardig eigenlijk? Zo wat zei je, Max? Wat zei je? Mag ik nog een stukje kip eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ja. Dat is nou verdomd lekker, vind ik dat. Ik neem er een kleine, dan kunnen jullie nog een grote nemen. Nee, ook niet. Nou, ik zijn jullie ziek aan het worden? Nee, toch? Nee, het is waarschijnlijk nu een beetje onpraktisch om te eten. Omdat je daar gelijk je handen natuurlijk... Ja, dit is leuk. En dan spuug je ook een beetje en zo. Dat is gewoon alleen maar leuk, toch? Ja. Ja, vind ik ook. Maar in ieder geval, dus toen... Dat raakte een stemming... Waardoor het ontplofte. En daar is dus uiteindelijk... Via allerlei processen en de Watergate-schandaal... Is die man... gebipt. Als je nu ziet wat er gebeurt en je zet dat af tegen dat moment. Ja. Maar het rare is, de mensen die toen in het bewind, die tegen het bewind ingingen, dat zijn nu de mensen die dat wil ik net wel zeggen, want jullie zijn allebei al wat ouder. Even, dat is even een vraag die ik wil stellen, want ik zo fascinerend vind. Jullie hebben de Vietnamoorlog nog bewust meegemaakt. Ja. De jongeren hier niet. Maar wat ik ervan weet is, toen had je echt een vredesbeweging. Er waren nog mensen die waren tegen oorlog. En nu, ja, het is... Die is er nog steeds. Ja, het probleem is, ze worden betaald door de overheid. Ja. Waardoor ze gewoon in wezen in de klauw van de overheid terecht zijn gekomen. Ja, dat zie je ook aan Greenpeace. Maar zijn ze, ik hoor alleen maar, ook bij in de Kamer, ook bij die progressieve partij. Nou, gisteren weer, bombarderen, moeten munitie, extra munitie gaan maken. Nog oorlog erbij. Ja. Als er al een vreesbeweging is politiek, dan zit die ding bij ons. Wij zijn een nieuwe hippies in dat opzicht. Ja, absoluut. Dat is toch bizar. We zijn ook omdat wij dit niet als onze oorlogen beschouwen. Ja, onze oorlogen. Maar we zijn niet... Nee, we zijn geen pacifisten. Nee, dus het is ook, je moet ook. Dus waarom was er toen een vredesbeweging? Omdat zij de oorlog tegen het communisme niet als hun oorlog beschouwden. Ja. Maar de vredesbeweging bijvoorbeeld heeft zich nooit gericht tegen de Rode Khmer, bijvoorbeeld. Is het zo? Okay, daartoe keken ze weg. Ja. Nee, Paul Rosemuller ging er zelfs naartoe. Dus ze hebben zich nooit tegen Mao gericht. Dus het is een vredesbeweging. Het is gewoon, dat was toen, was toen opportun. Ze waren toen tegen Vietnam. Want ze waren tegen het Amerikaanse optreden in Vietnam. Want ze hadden een soort anti-blanke, anti-Europese, anti-Westerse... Anti-Amerikaanse met name. Ja, goed, maar Amerika als extensie van het Europese wereldrijk... dat Amerika georven had na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar zij waren gewoon tegen het Westen. Zij wilden dat het Westen in contractie terechtkwam. En daarom waren ze tegen Westerse oorlogen. Maar ze waren niet tegen oorlogen op zich. Ja. Ze gingen allemaal met Che Guevara op de foto. Weet je wel? Ja. Dus je moet ook... En nu is het zo... Wij beschouwen het Rusland van Poetin niet als onze erfvijand. Ja. En wij beschouwen Israël niet als onze erf... Vriend. Nee. Maar gewoon als het andere landen. Ja. We moeten gewoon kijken van ja, hoe zit het met die belangen en what's best for us? Ja, wij staan er gewoon heel Netherlands first in. Mm-hmm. En daarom komen wij op een andere conclusie, een belangenafweging. Ik denk dat het gevaarlijk is om ons gewoon te definiëren als vredesbeweging, als aan zich. Want dan kom je ook zo. Dat is het niet. Nee, dat zijn ook niet zo bedoeld. Er zijn wel een hoop parallellen met de vredesbeweging van in de tijd. Dat herken ik wel bij zich. Oppervlakkig gezien wel, maar... Nou ja, in de tijd was de mainstream was iets om je tegen te verzetten. Want die mainstream was inderdaad om overal
van die potentiële domino-stenen te zien van communistische situaties zouden omvallen en nooit meer tot het westerse kamp zouden horen. En dat was dan de aanleiding om overal maar gigantisch aan de slag te gaan. En daar was die vredesbeweging tegen. Ze waren inderdaad een stuk coulanter tegenover linkse bewegingen, maar ik ben het met je eens. Maar de hoofdlijn van het westers beleid was toen toch redelijk fanatieke oorlogsvoering. En daar was men tegen. Ja. En ik moet zeggen, ja, ik voel me nog steeds een beetje thuis in dat gevoel. Want ik vind dat, wat dat betreft, die hoofdlijn van de westerse beweging niet echt veranderd is. Alleen is het nu ideologisch met een soort linkse saus omgeven, waar het toen een rechtse saus was, als ik het zo Zou je kunnen zeggen dat links-rechts is geworden en rechts-links? Ja, enigszins. Of ligt dat aan de definitie? Nou ja, soms lijkt het er wel op, ja. 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 Nou, de bewegelijkheid, want dat was het interessante in de jaren 60, 70, 80. De bewegelijkheid van links was groter dan die van rechts. Rechts had belangen te verdedigen. En hadden een ideologie waar ze muurvast in geloofden. En links heeft dat dus overgenomen. Maar nu zie je dus dat die belangen van links dus groter zijn dan die van rechts. En rechts dus veel bewegelijker is geworden. Nou, het is een hele simpele uitleg hoor, maar ik zie dat wel zo. Ik denk dat rechts eerder aan de verkeerde belangen vastzit nu. Rechts. In plaats van dat links een soort sterker gevoel heeft voor het belang dan rechts. Ja, de belangen zijn anders. Ja, maar ze hebben tegenstrijdige belangen. En daarin is rechts creatiever en bewegelijker dan links. Is mijn idee. Wat bedoel jij, Emma? Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Ja. Nou, dat ik niet het gevoel heb dat wij bewegelijker zijn qua belangen. Of wij rechts, ja. Dus meer ruimte of zo erin laten. Of wat open-minded erin staan. Ja. Hoezo voel je dat dan zo? Nou ja, ik denk dat wij veel meer soldaten zijn die een onderliggende rol hebben. En proberen inderdaad een soort balans terug te vinden. Waarin we ook onze stem terugzien in het beleid. Dat is wat we de afgelopen jaren hebben gezien en gedaan. Begrijp je wat ik bedoel? Dus we hebben een kijk, we hoeven alleen maar naar de partij te kijken, hoe die wordt uitgefaseerd en hoe die wordt behandeld en gedemoniseerd. Dat is een manier van cordon sanitair, wat er dus ook met Geert Wilders plaats heeft gevonden. Dan lig je dus in de ben je een onderliggende partij. Wil je daar overheen komen, dan zou je moeten strijden. Nou, die strijd die zijn we de afgelopen jaren aangegaan. En daarvoor was onder andere de hele coronaperiode was daar een mooi element in. Omdat we hadden iets gemeenschappelijks, waardoor die krachten loskwamen. Maar je ziet nu ook weer dat weer losgaat. Dus we proberen links terug te halen naar een soort kwaliteit wat over Nederland gaat. En niet meer om de globalisering. Dus dat is een strijd die we voeren. Maar we liggen nog steeds aan de onderkant. We zijn nog steeds niet in staat om onze stem door te laten klinken. Ja, en we hebben ook geen esprit de corps, zoals dat zo mooi heet in goed Nederlands. Dus er is geen gevoel van groepsloyaliteit. Zodra er eentje komt die een beetje meer mainstream wordt, lijkt te worden geaccepteerd. Black Box is een goed voorbeeld. Ik mag dus niet meer komen. Ik mag dus niet komen bij Black Box. Ja, ik mag niet komen. Ja, maar je mocht nooit komen, toch? Ja, in het begin een paar keer, maar gewoon geen sprake van. Want dan zijn ze bang dat ze dan geen andere. Dan besmet ze. Je besmet ze. Ja. Ja. En zolang dus iedereen verneukt eigenlijk elkaar. Ja. Voor even een grijpstuiver van de macht, weet je wel. Voor een paar zilverlingen. Iedereen wordt tegen elkaar. En terwijl als je mij als front optrekt en gewoon zegt van nee, ja, we zijn gewoon open platform. Doe normaal. Jawel. Maar als voorbeeld, hè? Ja. Maar dat geldt ook voor andere dingen. Maar als ik dus nu kijk, mijn strijd was om iedereen, dus ook jou en ook zelfs Willem Engel, om die binnen de groep te houden. Ja. Dat vond ik vanzelfsprekend eigenlijk. Daar was wel eens ook voor opgezet. Alleen ik realiseer me wel dat dat ook heel veel schade heeft opgeroepen. En dat ligt niet aan jullie, maar dat ligt vooral aan de mainstream media die daar misbruik van maakten. En daar dus een cordon sanitair omheen bouwden. Dus Weltschmerz had niet meer die openheid naar de rest van de wereld toe die we in het begin wel hadden.
Dus het is wel beperkend. Het is een grote schade. En ik verwijt de geheime diensten. MIVD, AIVD, NCTV. Ervoor dat ze dit hebben uitgedokterd. Maar toch ook mensen zelf. Wat zei je? Nou, dat ze geen ruggengraat hebben. Ja, maar dat hebben mensen bijna per definitie niet. Bijna niet, iedereen natuurlijk. Misschien. Jij hebt het. Jij hebt het in je ruggengraat. Ik zie je zitten, maar... En Pepijn. Pepijn ook, allemaal toch? Wij niet, ja. Bijvoorbeeld. Maar als iedereen telkens blijft buigen, dan trekken we steeds meer die linkerkant op. Ja, maar je kan gewoon... Weet je, ik denk... Nou, dan kom ik terug naar de jaren 60. Daar was echt meer ruggengraat. Maar de omstandigheden waren ook anders. Want we hadden een oorlog gevoerd. Er was schade, oorlogsschade. En wij waren de nieuwe generatie. Die moesten bouwen. En wij hadden gewoon geen zin in al die oude knarren. Die nog eventjes hun kunstje na de oorlog wilden doen. Die ze voor de oorlog al deden. Weet je wel? Dus we wilden gewoon onze eigen plek bouwen. Nee, maar daar heb je gelijk. En dat is echt wel een césuur in generaties. Ja, ja. Ja. En dat heb ik vaak gezegd. Mijn ervaring binnen Forum bijvoorbeeld is heel anders dan de ervaring die mijn vader gehad zou hebben. Ja. Want op een gegeven moment weet je gewoon, als je 60 plus was, werd je afgeserveerd. Weet je, dan hoorde je er niet meer bij. Dat waren die lui die moesten wel in het bejaardentehuis. Het is nou tijd voor de nieuwe generatie. En dat voel ik helemaal niet. Nee. Dat soort dynamiek is er helemaal niet meer. Nee. Maar dat komt inderdaad, dat heb ik nooit zo gerealiseerd. Maar dat komt inderdaad die césuur, denk ik, die er na de Tweede Wereldoorlog is opgetreden. Ja. Ja. Mensen van voor de oorlog. Van hij is nog van voor de oorlog. Weet je? Dat was ook een beetje de kreet. Maar weet je, dan ben je dus aan het vechten. Ik herinner me nog de VPRO. Hè, de VPRO. Wij waren lid van de VPRO. Mijn ouders althans. Ja, en dat werd bestuurd door dominees. Vrijzinnige dominees. Wij waren vrijzinnig. Vrijzinnige dominees. Die werden van de ene dag op de andere dag... waren ze uit hun positie gestuurd. Door Giet Jaspers onder andere. Door Wim T. Schippers zat erin. Nou, het hele clubje uit Amsterdam. En die dus later ook prachtige programma's hebben gemaakt. Maar die hebben dus die VPRO overgenomen. En dat werd een vrijplaats voor creatieve... Hè, Cotton Bee dat leek heel mooi te worden. Daar heeft Omrijd over. Ja. Dat was zijn generatie. Was geweldig. Ja. Ja. Maar wat je nu ziet, dat is eigenlijk dat... het kan niet meer, want van Jiskevet, die probeert nu weer Jiskevet op poten te krijgen. Maar dat is gewoon niet meer mogelijk. Dus al die uitingen, die zijn gewoon gestopt. Hoe dat komt, waar dat komt. Ik denk, wat ik zie, is dat alles gepolitiseerd is. Dus welke organisatie ook, de NPO, de zuilen. Overal zitten in de raden van toezicht, in de bestuursraden zitten allemaal politici. Ze zijn allemaal aan links georiënteerd. Ja, of niet? Ik vind het wel leuk dat je wat je noemt over hoe... onder andere VPRO werd overgenomen, maar ook de beweging van de vijftigers, van Lutje Bert en andere schrijvers en kunstenaars daaromheen, die namen gewoon het Stedelijk Museum over. Ja, binnen 5 jaar hadden zij alle strategische positie daar in de hele kunstwereld. Ja. Allerlei fondsen en dingen, boom, ging gewoon naar hen. Zij regelden dat, hun subsidiesysteem, bam. En dus ze waren in feite heel duidelijk gewoon ook op macht gericht. Ze pakten gewoon die macht. Ja. Maar wat ik zo interessant vind, dat deze mensen allemaal de geschiedenis zijn ingegaan als idealisten die zomaar eigenlijk uit het niets die erkenning kregen. Maar dat is helemaal niet waar. Maar dat was helemaal niet waar. Ze hebben gewoon gepakt. Nee, ze hebben hem gepakt en het interessante ervan is... Dat kon ook gewoon. Maar ze waren een hele grote kracht in de samenleving. Ze waren echt een grote kracht. Ik zie Karel Appel nog in een enorm televisieprogramma roepen van... ik rotzooi maar wat aan, weet je wel. Ja, geweldig. Bij Sonja Barend zat hij in de show. En Sonja zei iets tegen hem, vroeg hem iets. En toen zei hij van, jij moet je mond houden. Wees maar mooi, weet je wel, dat is genoeg. Dat is. Maar waar het om gaat, dat is dat... Er zat een enorme kracht achter. Maar wat deed nu de overheid? Wat deden de regeringen, et cetera? Die gingen die mensen subsidiëren. Die gingen ze gewoon institutionaliseren. Waardoor ze ook hun tanden kwijtraakten. En dat is... En dat zie je dus... Tanden kwijtraakt. Ze hebben doorgebeten. Ze hebben gewoon de macht gegrepen. Ze hebben alles kapot gemaakt, die generatie. Alles. Ik word daar gewoon steeds kwaad van. En weet je ook kwaad van wordt? Dat is het gebrek aan bescheidenheid dat ik zie bij de boomergeneratie. Ik vind dat echt heel pijnlijk om te zien. Mensen van mijn ouders generatie en ook van mijn ouders zelf eigenlijk. Die bulken van verwaandheid.
Absoluut. En die hebben, er is niets van wat hebben wij gedaan? Nee. Oh mijn God. Hoe kan ik vergeven worden door de generaties die komen? Wij hebben dit hele land, die hele beschaving, we hebben het allemaal, boom, weg. Er is geen architectuur meer, er is geen demografische harmonie meer, er is geen soevereiniteit meer, de hele democratie is weg, het onderwijs is verdwenen, de cultuursector is kapot, alles is kapot. Onze economie, alle grote bedrijven die we hadden, is allemaal weggegaan. We zijn een soort roof. Plaats geworden voor BlackRock en een paar andere superkapitalisten. Die pakken hier nog zo hap, wat ze nog kunnen krijgen. De nieuwe generatie kan geen huis meer vinden. Onveilig, geen baan meer krijgen. Je kinderen worden in elkaar geslagen of gedwongen moslim te worden. Of kunnen geen kam meer op. Het is gewoon verschrikkelijk. Klimaatregels, we moeten allemaal vegetariër worden. Ze hebben alles kapot gemaakt. En ze lopen rond gewoon. Ja. Het is nog steeds van hun. Ja, het is je mag blij zijn dat je mocht studeren. Ja. Nou ja, het voordeel is dat ze zijn op een leeftijd waardoor ze niet zo heel erg lang meer rond kunnen lopen. Dus laten we dit even gezegd hebben. Maar dat is niet waar. Nee, want zij hebben ook weer een nieuwe generatie gemaakt. Discipelen. Zo'n Laurens Dassen of Rutger Bregman. Of van die, jawel, maar die mensen niet. Die hebben ze dan neergezet. Ja. Die gelanceerd, groot gelanceerd. Ja. Dit, ja. Dat. Ja. En die hebben natuurlijk zelf eigenlijk niks bereikt. Maar die hebben die statuur doorgesurfd. Ja, maar die hebben de statuur niet om dit over te doen. Nee, maar niet. Oud, maar. Ja, maar ze laten toch de hele wereld achter en allemaal brokstukken. En dan geven ze ook nog de jongere generaties de schuld. Ja. Dat is, maar dat wij er niks ik moet wel zeggen, ik, er is een andere kant. We hebben allemaal de afgelopen 30 jaar lopen slapen. We hebben gewoon gedacht van ja, die politiek zoekt het maar uit. Stemmen, nou ik kijk wel even naar Wiegel. Of wordt het van 8, of wordt het van L. Ik ga tegenstemmen, dan neem ik Wiegel. Weet je wel, zo werd het gedaan. Het werd niet serieus genomen. Dus wij hebben eigenlijk onze generatie ook, wij hadden toezicht moeten houden. We hadden scherp moeten zijn, dat hebben we niet gedaan. Maar het gaat ook niet alleen om de politiek. Hè. Het gaat niet om ik bedoel, stemmen is één dingetje en de politiek kan een beetje meepruttelen. Maar uiteindelijk, het is zo interessant het voorbeeld van hoe de VPRO, maar ook het Stedelijk Museum en al die instituties, de Universiteit van Amsterdam, die studentenbezettingen, hoe dat het relevante, het interessante daarvan is, dat het laat zien hoe juist die maatschappelijke instituties zo'n belangrijke rol spelen in het richting bepalen van hoe een maatschappij zich ontwikkelt, een tijd zich ontwikkelt. Kijk, Wiegel, Van Acht, Den Uyl, whatever. Ja. Maar op het moment dat NRC Handelsblad werd, was in feite een laatste bastion, nog een beetje, zou je kunnen zeggen, van de oude orde met Heldering en een paar andere oude rotten die daar de baas bleven. Maar Volkskrant werd heel ideologisch in die tijd. En een heleboel andere kanten die nu niet meer bestaan. Maar Vrij Nederland eigenlijk voorop. Het was ook een zeer revolutionair blad vanaf de jaren 80. Heel groot, heel veel gelezen. Ja. We hebben zitten slapen met stemmen, zeg jij. Nou, wat ik vind, is dat wij er niet in geslaagd zijn. En dat is mijn grote klacht en mijn grote thema. Om maatschappelijke instituties op te zetten. Om een netwerk op te zetten. En waarom zijn we daar nou niet in geslaagd? Omdat we elkaar de hele tijd verneuken. En ik heb het heel veel meegemaakt met vriendjes. Bijvoorbeeld iemand als Geert en Waling. Die ik heel goed heb meegemaakt. Heel goed ken. Weet je wel. Maar op een gegeven moment werd het steeds belangrijker voor hem. Van ja, maar dat durf ik niet te zeggen in het openbaar. Dat ga ik niet doen. En dat wordt op een gegeven moment een mentale gevangenis. Die iemand zelf helemaal gaat internaliseren en tot zelfbeeld maakt. En dan is zo iemand, en dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt met de JA 21 afsplitsers. Dat waren ook vrije geesten. Dat waren mensen die vonden het leuk om over alles nog te debatteren. Dat lag allemaal niet per se zo heel dicht uit elkaar. Maar dan ruiken ze die macht. Hebben we 26 zetels aangetikt in de peilingen, weet je wel. En dan is het alsof er een knop omgaat. Ze hebben de ring gezien, ze hebben aan de macht geroken, weet je wel. En dan is het van bzzm. En dan komt er een heel andere soort blik in die ogen. En dat is wat ik onze mensen, zeg maar, verwijt. Dat is wat ik jammer vind, want ik ben ervan overtuigd dat als wij nou met z'n allen zouden zeggen, wij gaan nu met z'n allen, dat heb ik ook gezegd bij de vorige keer toen we Sid Lucas hadden, we gaan gewoon met z'n allen dat boek van Sid kopen. Maar het maakt helemaal niet uit of het wel of niet lezen. Of dat je zegt, dit onderwerp interesseert me nou wat meer of wat minder. We gaan gewoon dat boek kopen. En wij kopen elkaars boeken. Want wij willen dat er in ieder geval een schrijver in ons midden is. En we gaan met z'n allen, doneren in jouw wonderland. Jouw nieuwe ding. Zou heel mooi zijn. Ja. We gaan allemaal lid worden van de JVD. We gaan allemaal. Dan krijg je een. En dat deden die gasten dus wel.
Dat is het enige wat ik zeg. Hoe komt dat? Wim Schippers, toen hij de pindakaasvloer lanceerde, ja, waar hij 80.000 gulden toen voor heeft gekregen. Wat echt, In Rotterdam. Ja, ja, daar ging dus iedereen naar kijken. Ja. Iedereen ging erover schrijven. En de een zei, nou, ik vind het wel goed, de ander niet goed. Maar iedereen had het erover. Het werd het relevante culturele event van het jaar. Ik weet niet meer, 1986, wanneer was het? Dat gebeurde langer geleden. Nee, wat iets later. Maar dat deden zij met elkaar. En daardoor ontstond er iets. En bij ons zou het zijn van, nou, nu ga ik geen aandacht besteden, hoor. Druk maar, ja, maar afspitsers. Er is een enorme vervlakking natuurlijk ontstaan. En dat zie je... Het is geen vervlakking. Het is gewoon gebrek aan loyaliteit. Solidariteit. Er is gewoon helemaal geen groepsbewustzijn. Er is geen idee van, ja, wij moeten elkaar... Kijk, als dat er wel zou zijn, is dit in een middag voorbij. Maar het is toch een mentale vervlakking. Dat als je niet geïnspireerd raakt. Ja, oké. En je denkt van, ja, nou ja, dat is die gekkigheid, et cetera. Het zou best kunnen zijn, ik weet het niet, ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar het zou best kunnen zijn dat we zo overstelpt worden met informatie, met beeldmateriaal, et cetera. Dat het gewoon ook, dat we kunnen ons niet meer laten verrassen. Het is bijna onmogelijk om nog verrast te worden. Ik denk dat AI het enige is op dit moment wat mensen weer in beweging brengt of zo. Maar ik, juist niet, toch? Dat is toch dat. Ja, wel, neemt toch alle beweging weg? Nee, joh, tegendeel. Ja? Nee, dat geloof ik niet. Nee. In ieder geval, als ik naar mezelf kijk, niet. Want jij bent met AI, toch? Wat is het ook weer? Ja, gaan we die stap maar even de bruggetje. Maar we hebben nog twee minuten ongeveer. Nee, joh. Maar ja? Je moet dan gewoon, we moeten gewoon nog een keer terugkomen. Want we hebben veel te veel bespreken gehad. Ja. Nou ja, Op naar Wonderland heeft twee projecten. De een is Pitch Talk. Dat is echt een revolutionair project. Waarbij alle Nederlanders uitgenodigd wordt om in 3 minuten een toekomstbeeld uit te spreken. En dat gaat online. En dat geven we ook een boost. Aan het einde van het jaar moeten er zo'n 500 van die pitches moeten gewoon over. Dat zijn er veel, hè? Ja, maar ik hou van veel. Je hebt er nu al tientallen. Ik heb er nu 40. Maar dat groeit. En we gaan iedere zondag worden die pitches weer opnieuw gedeeld. Dus herplaatst. Herpitched. En dat betekent dat je aan het einde van dit jaar, tussen kerst en oud en nieuw, krijg je 400 van die dingen over je heen. Maar er zijn allerlei projecten omheen worden er gebouwd. Dat ziet er fantastisch uit. Ander project is, en daar zijn we nu een televisieprogramma over aan het bedenken. Met een kanaal. Met een zender. En dat is, we hebben iFred. Dat is een AI profiel, jullie hebben ermee kunnen spelen, die heel eloquent reageert en behoorlijk in het midden zit qua informatie. En daar willen we een televisieprogramma mee maken. Hij gaat ook als keynote speaker gaat hij het theater in het voorjaar. Ja, je lacht, maar het wordt echt, het is heel serieus, hè? We gaan hem als interviewer inzetten. Ik heb hem laten testen ook in het Gooi. En iedereen houdt van iFred. Van iFred. En wie heeft dat geschreven, die code? Ik. Ja, ik. Jij hebt die code geschreven? Ja. Ja. Jij kan... Nee, wat je doet is... 1001... Wat ik gedaan... Nee. Die code, dat zijn gewoon woorden. Dus ik heb een rij woorden heb ik bij elkaar gebracht... Die zo bijzonder reageren. Kijk, als ik als individu de waarheid van een informatie, als ik dat moet beoordelen, dan heb je je intuïtie, maar je intuïtie is niet genoeg. Dus je moet ook op feiten gaan. Dus het is een menging. En wat ik gedaan heb, is in een hiërarchische volgorde een soort protocol schrijven van hoe je informatie moet gaan beoordelen. Dus dat is context, dat is belangen, dat is de bron zelf, dat is het tijdsbeeld. Nou, kortom. En die heb ik in een code gebracht en die heb ik aan Alfred gegeven. En Alfred reageert daar
subliem op. Dus ik ben daar heel trots op. Dit is mijn eigen, mijn werknemer. Ik snap er helemaal niks. Nee? Snap je niet? Ik geloof het ook niet. Ik dacht dat het aan mij lag dat ik het niet snapte. Ik snap er helemaal niks. Je bent wel heel blij. Je bent een blij boer. Het is geweldig. Het is geweldig. Maar Pitchstock. Pitchstock.nl. Dat is heel belangrijk dat mensen daar aandacht aan gaan besteden. En we hebben inderdaad per maand hebben we zo'n 35 afleveringen. Die dan iedere dag gaan ze de... Het is een prachtig onderzoek ook. Hè? Je hebt rijp en groen. Emoties van mensen over de toekomst. Angsten. Heel goed geformuleerde vernieuwingen en innovaties die genoemd worden. Over water, over energie, et cetera. Maar ook mensen die gewoon doodsbenauwd zijn. Ook bang zijn voor hun kinderen, et cetera. Het is een prachtig verhaal. En nou ja, dat wilde ik even kwijt. Dat is Wonderland? En dat heet, ja, Wonderland. Alfred of niet? Alfred valt onder Wonderland. Er zijn nog wat andere activiteiten. Ik ben met een documentaire bezig over de media. Die komt eraan. Dat is ook Wonderland. Dat is de paraplu waar jouw activiteiten nu onder vallen. Wonderland. Ja. Ik zou een AI willen die mijn geld belegt. Oh ja. Nou, ik kan het... Dat is niet moeilijk. Succesvol is het wel. Ja. Nee, maar als je dat... Ik breng je in contact met iemand die heel goed is. Ja. Oké, is die ook heel rijk al? Of nou, die is gewoon echt iemand waarvan jij zegt van... Nou, die vertrouw ik. Oké, ja. Heel goed. Ja. Iem, heb jij nog iets te vertellen over wat er allemaal aankomt de komende tijd? JFVD? Ja, we zijn op zoek... Of tenminste, we hebben een hele vette locatie gevonden in Frankrijk. Oké. Zijn gewoon mooie dingen. Waar wordt die locatie voor bedoeld? Oh, sorry. Ja, voor het zomerkamp. Oh, ja, dus het Legendarische Zomerkoor dit jaar, het zesde zomerkamp. En dat wordt waarschijnlijk dus op deze locatie in Frankrijk. Heel mooi, heel bijzonder. De vierde dissident, waar we al een tijdje op wachten... die gaat eindelijk uitkomen op 21 juni. Mm. En het wordt een dubbele uitgave, omdat... Onze hoofdredacteur even nog bezig was met het afmaken van zijn studie. En dat gaat nu helemaal goed. Dus 21 juni komt een nieuwe dissident. We zijn gewoon mooie dingen aan het doen. We groeien heel erg op social media. Dat is wel leuk om te zien. We hebben ook net zoals FVD hebben we een ledencampagne gehad in december. En dat heeft ons honderden nieuwe leden opgeleverd. Dus ik merk wel echt dat er veel interesse is onder de jeugd. Jongeren, hoeveel leden hebben jullie nu? Nu over de 6.000. Echt gigantisch, hè? Ik dacht 3.000. Nee, dat al heel lang niet meer zo. Maar we hebben echt de laatste... Straks word je groter dan de partijen. Dan kun je er allemaal over. Ja, dat duurt nog wel even. Ja. Maar we zijn wel de grootste van de Benelux. Dus zeg maar, we groeien echt gestaag. Jullie zouden ook een keer, vind ik, iets moeten doen met een museum bezoeken. Hebben we toevallig gedaan bij het Leids Museum. Volgens mij voor de... Oudheidkunde. Volks. Met Doggerland. Met Doggerland. Arnhem staat in het Nationaal Museum. Het is een suggestie in Arnhem. Het Nationaal Museum. Wat hebben ze in het museum dan? We zijn afgelopen week naar een concert geweest. Van Beethoven en Mozart. Dus we doen wel veel culturele dingen. Ja. Ik vind nou, zeg maar, bij JVD, je moet echt een museum gaan bezoeken. Hoezo? Dus dat, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je verhoudt tot de cultuurgeschiedenis. Ja, exact. Ja. Dat ook het probleem is van, tussen aangezien rechtse beweging altijd geweest, dat daar een beetje... Ja, cultuur. De Hans Wiegel, dus een bekend interview met hem, die zo'n sigaartje te roken. Wat vindt hij van cultuur? Interesseert me niet. Ja, dat is politiek hoor, dat niet geïnteresseerd was. De rechtse kant was zeer geïnteresseerd in kunst. De linkse kant niet. Nee, maar de afspraak was, rechts doet economie. Ja. Links doet cultuur en maatschappij. Maar dat kunnen ze helemaal niet. Dat kunnen ze. Nee, maar dat zo is al het onderwijs, de zachte onderwerpen. Ja. En dan is van 40 jaar later zie je van... Ja, shit. Hadden we ze nooit mee moeten vertrouwen, hadden we echt helemaal zelf moeten doen. Maar we... Maar ik zou links ook de economie niet toevertrouwen. Nee, ik zou helemaal niks doen. Maar ik denk dat JFD ook de enige politieke jongerenorganisatie is die daadwerkelijk bezig is met cultuur, met muziek, met de kunsten, met de geschiedenis, met filosofie. Boeken lezen. En hoeveel mensen gaan er komen op dat zomerkamp? Dit jaar waarschijnlijk weer 70 mensen. Oh, 70 mensen, ja. Het is een zeer steile selectie, dus geef je snel op. Sorry? Wat kost dat? Dat verschilt, maar tussen de 150 à 200 euro.
En dan heb je een week. En dan heb je een volle week met echt alles erop en eraan. Met sprekers, met alle activiteiten, met spellen. Leuk. En ik bied bij deze aan dat eerlijk eten komt barbecuen met kip. Ralf, we gaan daar naartoe. Het wordt gezellig. Met de wijn erbij. Dat willen jullie niet missen. Het wordt heel gezellig. Ongeveer 7 uurtjes rijden. En anders vlieg je naar, volgens mij, Lyon. En dan, leuk. 7 uur rijden, dan zit je op de hoogte van Lyon, denk ik. Ja. De Ardèche. Tussen, mooi. Ja, mooi. Gaaf. Pepsi, wat kunnen we allemaal van jou verwachten de komende tijd? Nou, ik heb heel veel zin om natuurlijk met die corona-enquête aan de slag te gaan. En morgen zie ik waarschijnlijk Jan Bond, als je dat zegt. Els van Veen. Ja. Ik hoop dat we een soort van dreamteam kunnen samenstellen voor die enquête. Ook met experts, met mensen die zich hebben aangemeld, met onze vrijwilligers. Ja. Daar heb ik veel zin in. Dat WHO-pandemieverdrag komt natuurlijk aan, april, mei. Daar wil ik in ieder geval op richten. En dan de komende 6 maanden voor de Europese verkiezing natuurlijk dat wetsvoorstel. Voor een Nexit-referendum. Dus dat zijn de 3 grote onderwerpen. Die ik in die 6 maanden in ieder geval graag wil afronden. Dus, en dan komt er ook meer debat en zo. Maar dat zijn wel 3 belangrijke. Want jij zit helemaal tot je nek toevol met die politiek natuurlijk nu. Je had andere dat was wel grappig. Want de commissie moet natuurlijk weer opnieuw verdeeld worden. En ik zei tegen Tjeh, hoe gaan we dat verdedigen? En ze zei, jij doet alles. Dus okay, inderdaad is op die manier als grap, zei je. Als grap natuurlijk, maar gaan we nog wat druk krijgen. Dat was wel leuk. Ja, perfect man. Ja. Helemaal goed. Jongens, we gaan de boel afronden. Heel veel dank voor deze leuke, chaotische uitzending. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Oh, dan hebben we een hele leuke, bijzondere gasten trouwens. Mogen we wel aankondigen, toch? Zeker. Dan hebben we Willem Engel, Jeroen Pols en Huub Schaap. Oh, wat de vertaler van het boek van Bobby Kennedy. Dus gaan we het hebben over de corona natuurlijk. Dat is ook wel interessant voor jou. Maar we gaan het ook hebben over wat ze nu gaan doen. Want Jeroen Pols is bezig met een project om naar Paraguay te verhuizen. Zit er al voor een deel. Hij is even terug weer. En alle verhalen die ik hoor, die zijn om te watertanden en om jaloers van te worden. Ja. Tegelijkertijd, het is natuurlijk wel de middle of echt of helemaal nowhere. Dus er is geen internet. Het is 3 uur per dag stroom of zo. Maar het is wel geweldig. Het wordt geen plek voor Forumland, denk ik. Nou, nee, maar ik vind het ook wel weer heel leuk om die verhalen te horen. Willem Engel ondertussen, die heeft een soort resort op de Canarische eilanden daar zo'n beetje. Dus we gaan het hebben over hoe ze terugkijken op die periode, wat ze allemaal van plan zijn. We gaan het hebben over nieuwe boeken. We gaan het hebben over wat jullie maar allemaal van ons willen weten. Dus blijf ons berichten. We hebben een nieuwe site, foruminsight.nl, is live. Binnenkort kun je ook de wijnen bestellen. In ieder geval kun je nu al de wijnglazen bestellen. De hoodies, de t-shirts. Doe dat ook vooral. Hou ons in de lucht. Steun ons. En we gaan door met deze fantastische show. We gaan weer door met ons kamerwerk. Heel veel dank voor het kijken. Max van Krijveld, Im Albiati, Pepijn van Houwelingen. En natuurlijk wijnkenner en vaste rechtsbuiten van de tafel voor de kijkers, maar links midden vanuit mij gezien. Tot volgende week. Dankjewel.